Hallo, Dominique van kruidenwijs.be. Vandaag gaan we het hebben over munt als geneeskrachtig kruid. Wie is kruidenwijs.be? We zijn een website die advies geeft over kruiden. Dat met twee grote thema's: hoe kruiden gebruiken in de keuken en hoe kunnen kruiden bijdragen tot je gezondheid. Munt is een van onze favoriete kruiden. Munt zit in kauwgom, in tandpasta, in snoep. Het zit in cocktails, het zit in desserts. Het is een heel wijdverspreid, heel populair kruid. En ook een heel gezond kruid. Ja. Munt heeft ook een zeer mooie ontstaansgeschiedenis vanuit de Griekse mythologie. Daar is een prachtig verhaal over. De nymf Minthe zou namelijk de geliefde geweest zijn van Hades, de god van de onderwereld. Nu één probleempje: Hades die had een vrouw, Persephone. En die vond het natuurlijk niet zo leuk dat Hades overspelig was met een nymf. En zij en haar moeder, dus de schoonmoeder van Hades, die scheurden die nymf aan stukken. Hades was zodanig verdrietig dat hij uit de resten van die nymf, die Minthe heette, een kruid munt deed ontstaan. In de Griekse mythologie was het dus een belangrijk kruid, maar ook in het oude Egypte en in de Bijbel werd het al gebruikt in de riten, trouwens ook al in de geneeskunde. De Romeinen die gebruikten het in baden en in parfums, ook geneeskrachtig, en die zorgden voor de verspreiding van munt tot bij ons. In de middeleeuwen werd het gebruikt als geneeskrachtig kruid en dat tot op vandaag. Nu, als geneeskrachtig kruid, vooral in de mondhygiëne is het zeer belangrijk. Het heeft namelijk een antibacteriële werking, het werkt tegen bacteriën en het is ook ontstekingsremmend. En op die manier is het heilzaam tegen tandpijn, abscessen, ontstekingen en andere aandoeningen in de mond. Het volstaat eigenlijk om mondwater op basis van munt in te nemen, te gorgelen en op die manier zal munt zijn geneeskracht laten werken op die mondaandoeningen. Het ontstekingsremmende effect van munt helpt ook tegen spierpijn. Dan volstaat het een vochtige doek met muntafkoeksel, afgekoeld natuurlijk, op de spierpijn te leggen. Bij maag- en darmproblemen kan ook muntthee ingenomen worden. Helpt tegen winderigheid, indigestie, opgeblazen gevoel, etc. Tot slot, tegen verkoudheden. Munt zet zoals bekend de luchtwegen open. Via een verstuiver kun je munt in de lucht laten circuleren. En de antibacteriële werking zorgt voor de bestrijding van de ziektekiemen. Dan kun je het als thee innemen om verkoudheden te bestrijden. Voilà. Een hele uitleg. Wil je het nog eens rustig nalezen? Dan kun je dat doen op onze website kruidenwijs.be dan slash munt als geneeskrachtig kruid. Bij elke video over kruiden geven we een korte waarschuwing. Met name als je een kruid consumeert, weet dan zeker dat je het juiste kruid consumeert, dat je geen vergiftiging oploopt. Combinatie met geneesmiddelen is tricky en bij zwangerschap en bij kinderen moet je extra opletten. Als je deze waarschuwingen in acht neemt, dan kun je zeker genieten van kruiden en die gebruiken als geneesmiddel. Voilà, ik hoop je wat geïnspireerd te hebben over kruiden en meer bepaald over munt. Graag tot een volgende keer.